Inge van Dijk wordt officieel geïnstalleerd als burgemeester van de gemeente Mook en Middelaar. Ik ken het natuurlijk al heel goed, want ik woon al 20 jaar in Nijmegen. En ja, ik heb gewoon heel veel zin in gehad. En verder in het nieuws vandaag, campings evacueren hun gasten vanwege het stijgende waterpeil. En 3FM maakt in Nijmegen bekend waar het glazen huis dit jaar komt te staan. De gemeente Mook en Middelaar heeft een nieuwe burgemeester, Inge van Dijk. Van Dijk is gisteren beëdigd door Emiel Roemer, commissaris van de Koning in de provincie Limburg. Burgemeester Van Dijk wil de inwoners met elkaar verbinden en in oplossingen denken. Er zijn voor iedereen mensen met elkaar verbinden en zorgen dat het op de een of andere manier wel goed komt. Niet denken in onmogelijkheden, maar denken in oplossingen. En als klein meisje had ik al bedacht dat de beste plek om dat te kunnen doen was als burgemeester. Overweldigend. En een warm bad. En dat warme bad dat had ik dus al toen ik 8 februari hoorde dat ik voorgedragen werd. Toen ben ik naar het gemeentehuis in Mook gegaan. En daar was het al zo hartelijk en fijn om iedereen te zien. En datzelfde gevoel heb ik vandaag hier ook weer. Het is ontzettend fijn. Iedereen is heel blij. En ik heb ook echt het gevoel dat iedereen samen met mij er iets fantastisch van wil maken. En daar hebben we heel veel zin in. Gefeliciteerd. Met veel goede moed is Van Dijk al enige tijd bezig met alle voorbereidingen. Zoals de omgeving ontdekken en heel veel informatie doornemen. Ik heb de afgelopen weken heel veel gewandeld door de regio om gewoon lekker te zien wat er ook allemaal is. Ik ken het natuurlijk al heel goed, want ik woon al 20 jaar in Nijmegen. En ja, ik heb gewoon heel veel zin in gehad. Veel gelezen ook alvast. Voorbereiding, dik boekwerk door moeten nemen met allemaal voorbereidingsdingen. Maar gewoon ontzettend veel zin. Laat het maar gewoon beginnen, dacht ik de hele tijd. En nu is het zover. Nu mogen we. Om de gemeente beter te leren kennen, stuurt Van Dijk een uitnodiging naar alle wijk- en dorpsraden om kennis te maken. Ze wil burgemeester zijn voor alle inwoners en zorgen voor verbinding. Ik wil een burgemeester zijn die er voor iedereen is, die benaderbaar is, die toegankelijk is en waarvan mensen weten wat ze eraan hebben. Dus geen ingewikkelde quotes, moeilijk Latijn, gewoon recht toe recht aan. Dat is wat je aan mij hebt en ik hoop dat mensen ook weten dat ze bij me terecht kunnen. Dat vind ik heel erg belangrijk en ik hoop dat ik dat voor de mensen kan zijn. Voor een tweede keer in korte tijd moeten campings aan de Waal ontruimd worden. Ook bij camping De Grote Altena hebben gasten vandaag hun spullen gepakt. De voorspelling is dat het water morgen nog hoger komt te staan dan een aantal weken geleden. Vandaag zijn de meeste campinggasten van De Grote Altena geëvacueerd. Morgen moet de camping echt leeg zijn, want dan komt het hoge water. In totaal hebben zo'n 130 mensen hun spullen gepakt. Slecht nieuws voor de camping dus, en dat al voor de tweede keer in korte tijd. Wij staan nu op het hogere gedeelte. Als je daar naar beneden kijkt, dan loopt het net tegen de rand aan hier. De laatste keer was het niet zo erg als nu. Dan hoefde ik alleen maar het achterste gedeelte van de camping te evacueren. En nu moet ik echt wel de grote gedeelte van de camping evacueren. Dus iets ander verhaal. Ook voor de campinggasten is het even schrikken dat het water zo hoog komt te staan. Nou, dit is de eerste keer dat we moeten vertrekken. Vorige keer was het heel... Maar toen konden we toch net blijven staan. Toen stond het water hier tot aan de rand. Maar toen was het al een beetje paniek bijna. Ja. En nu verwachten ze nog weer meer. Hè? Dus nee, wij gaan inpakken en weg. Ja, het is jammer. Iedereen is heel rustig en iedereen vertrekt op zijn tijd. En ja, het is een beetje onzeker. Kan je hier wel of niet blijven staan op dit hoge stukje? Dus, maar ik heb het risico niet genomen. Ik ben toch maar, we gaan toch maar inpakken. Ja, we zijn hier maandag gekomen en toen hoorden wij plotsklaps dat wij donderdag in de loop van de dag weer weg moesten vanwege het hoge water. En ja, dat was even helemaal nieuw voor ons. Dus. Sommige gasten kiezen ervoor om een hoger plekje te zoeken. Anderen nemen het zekere voor het onzekere en vertrekken helemaal. Gelukkig is iedereen op tijd gewaarschuwd en kunnen ze rustig inpakken. Waarschuwen mensen altijd ruimschoots van tevoren. Dus ik ben zondag al een ronde gaan doen, maandag een ronde gaan doen. We zijn gaan bellen en dan ja, mensen genoeg tijd om rustig in te pakken en ja, de vakantie te onderbreken. Mijn vrouw zat er eerst wel wat over in, van ja, wat komt die s'nachts. Maar het water dat gaat in een dag of 3, 4 gaat dat naar...
een hoger punt toe. Dus het is geen tsunami die wij hier verwachten. Dus, We hebben ruim de tijd om op ons gemak te kunnen vertrekken. Dus er is geen paniek. En je ziet ook iedereen rustig de spullen inpakken. Sommigen die blijven hier, die gaan helemaal achter op de berg staan. En de anderen gaan naar huis of naar een andere camping. Ruim 7,5 miljoen euro. Dat is het bedrag dat radiozender 3FM afgelopen december ophaalde op de Grote Markt in Nijmegen. En wat ten goede kwam aan Stichting ALS Nederland. Vanochtend in alle vroegte kwamen de DJ's uit het Glazenhuis nog één keer terug naar de Grote Markt. Om vanaf daar met een tourbus al radiomakend naar de gaststad van de komende editie te rijden. Hey, Wijnand en Sofie, jullie zijn weer in Nijmegen. En vertel eens, hoe is dat? Ja, superleuk. Ik krijg weer allemaal flashbacks. Ik heb meteen weer zin om radio te maken en alle mensen met een brievenbus. Wanneer gaan we beginnen? Best wel gek hoor om hier te zijn. Het idee dat je hier dan met het huisje stond, dat je daar dan ergens lag te tukken. En dat het hier gewoon allemaal gebeurde. Ja. En hier gingen we toen op de avond, voor we echt erin gingen, gingen we dan nog even eten. Toen stonden we hier te kijken van, zijn er wel mensen? Ja. Zijn er wel mensen? Het waren er mensen en toen startte de boel. En op het moment dat die deur op slot ging en we elkaar zo aankeken van volgens mij zijn we nu begonnen, was meteen zo rust. Het allermooiste moment was gewoon dat we op een gegeven moment het idee kregen dat het lukte. Maar toen op de maandagavond hadden we Tom Adel gecombineerd met Hardstyleavond, dus met Sefa, met Headhunters en whatever. En dat goed ging, dat hier de mensen uit de ramen hingen en dat was voor mij een van de bepalende en misschien wel een van de mooiste momenten, maar die hele week was krankzinnig natuurlijk. Ja, we zijn op de Grote Markt in Nijmegen, dames en heren. We zijn hier. Maar wat gaat er nou gebeuren vandaag? Ja, we gaan de grote bekendmaking doen van de nieuwe stad en het nieuwe doel. De DJ's krijgen een videoboodschap te zien van de directeur van Stichting ALS, het goede doel van afgelopen jaar. Zij maakt bekend wat het goede doel van dit jaar gaat zijn en dat is MetaKids. Ja, dat is een grote overwinning voor de 10.000 gezinnen in Nederland waar één of meer metabolische kinderen achter de voordeur nu in totale onbekendheid leven. Het is de dodelijkste ziekte onder kinderen in Nederland. Naast geld voor onderzoek vindt MetaKids ook de aandacht voor de ziekte al erg belangrijk. Het kan niet meer zo zijn dat wanneer ik op straat loop en ik aan een aantal mensen vraag van weet jij wat een metabolische ziekte is? Dat ze denken, ja, iets met je orgaan of zo. Daar moeten we echt mee actie gaan ondernemen. Het kan niet zo verder. Echt. Nu het goede doel bekend is, vertrekt de rijdende radiostudio naar de volgende gaststad. Nijmegen, dankjewel. Zie je Nijmegen. Wat ze op dat moment nog niet weten, is dat ze weer uit de bus zullen stappen in het centrum van Zwolle. Er zijn vorig jaar een record aantal drugslabs, productielocaties en opslaglocaties gevonden en ontmanteld in de regio. Een tijdje geleden leek een dalende trend zichtbaar, maar dit is inmiddels niet meer het geval. In het district Oost-Nederland, dat zijn de provincies Gelderland en Overijssel, gaat het in totaal om 22 locaties en 41 afvaldumpingen. Deze cijfers zorgen ervoor dat Oost-Nederland in de top 3 staat, samen met de eenheden Rotterdam en Zeeland. In heel Nederland gaat het om 151 productielocaties en om 191 dumplocaties. De politie laat weten zich zorgen te maken om deze trend. Zo brengt drugsafval veel schade toe aan de natuur en zijn de opruimkosten erg hoog. Nog dit jaar wordt er een onderzoek uitgevoerd naar de toekomst van het gemeentehuis in Beuningen. Volgens de gemeente is het gemeentehuis erg gedateerd en arbotechnisch sterk achterhaald. Het streven is te komen tot een modern kantoor dat voldoet aan de hedendaagse wensen en eisen. Dat staat in de jaarrekening 2023 die de gemeente onlangs bekend maakte. Vanuit werkgeverschap is er een grote noodzaak om een nieuw of vernieuwd gemeentehuis te ontwikkelen, aldus de gemeente. Na onderzoek naar het wandelplezier, comfort en veiligheid van de deelnemers van de Vierdaagse zijn er enkele wijzigingen aangebracht aan de startprocedure. Dit jaar zijn onder andere geen startgroepen meer, wat ervoor zorgt dat deelnemers altijd tegelijk met hun wandelmaatjes kunnen starten. De startgroepen, waarbij je als wandelaar per afstand eerder werd ingedeeld in de vroege of late editie, ook wel bekend als wandelschoen en gladiool, komt te vervallen. Hierdoor is het ook niet meer nodig om onderling startbewijzen te ruilen, wat regelmatig tot onrust bij deelnemers leidde. Wel zijn de starttijden per afstand aangepast. Zo starten 50 kilometer tussen 4 en 10 voor 5, de 40 kilometer tussen 5 en 10 voor 7 en de 30 kilometer tussen 7 en 8.
De oude versleten stoeltjes in het Gofferstadion gaan vervangen worden door gloednieuwe stoeltjes. Om van de oude stoeltjes af te geraken, kregen supporters die in het bezit zijn van één of meerdere seizoenskaarten de gelegenheid om hun eigen stoeltje op te halen. Voor de trouwe supporters betekent NEC alles. Het hele jaar leeft het voetbal voor de fans en maken ze alle hoogte- en dieptepunten van de club mee. De stoeltjes hebben voor hen nostalgische waarde en veel betekenis. De trots en liefde die de supporters hebben voor NEC geeft meer lading achter de oude versleten plastic stoeltjes. Iconisch en het heeft natuurlijk veel waarde, dus het hele seizoen zitten we hier. Staan we meestal en het is gewoon mooi om dit mee naar huis te kunnen nemen. En een stukje van het Gofferstadion bij je te hebben. Ja. 24 jaar op de nieuwe stoel of op die stoel heb gezeten. Ja, omdat het toch al voor een aantal jaar mijn stoel is geweest. Dus wel veel dingen mee meegemaakt. Het heeft voor mij heel veel emotionele waarde. Ik ben altijd met mijn vader naar NEC gegaan. Maar sinds zijn gezondheid het niet toelaat, kan het niet meer. En ik denk dat het een mooi cadeau is voor hem. Die kan geven voor Vaderdag. Ja, is toch mooi, is nostalgie. Is toch leuk. En met de kleine gaan we erop zitten samen in de achtertuin. Hartstikke leuk. Dit is toch emotionele waarde. We hebben 7 jaar op gezeten, dus dat is koesteren. De vraag is wel wat de supporters uiteindelijk met de stoeltjes gaan doen. Want ze hebben geen pootjes en echt comfortabel zitten de stoeltjes ook niet. Ja, dat is een goede vraag. Ik ga hem als verrassing aan mijn vader geven. Ja, dit is zo symbolisch dat het een goede plek krijgt. Ik denk wel in de huiskamer ergens. Ik ga het wel in de tuin krijgen, dat hij een beetje het gevoel heeft van dat hij zomers ook in de tuin voetbal kan kijken. Op zijn eigen stoeltje. Op mijn kamer. Moeten we nog over nadenken, maar ja, dat moet een leuk plekje gaan krijgen. Ik denk in de achtertuin. En tot slot kijken we nog even vooruit naar morgen. Dan is het de grote dag waarop we naar de stembus mogen voor de Europese verkiezingen. Voor veel mensen klinkt dat niet echt als muziek in de oren. En deze verkiezingen hebben doorgaans ook het laagste opkomstcijfer. Om toch te proberen zoveel mogelijk mensen naar de stembus te lokken, gaat het stemmen in Balgooi gepaard met een bezoek aan een bijzondere expositie. De expositie bestaat uit spulletjes die verdeeld liggen over een biljarttafel. Onder andere prentjes, foto's en teksten zijn te bewonderen. In Balgooi wordt er altijd gekozen voor een thema, wat dit jaar de dijkdoorbraak van 1925 en de watersnood van 1926 is. Het stemlokaal is hier links van mij. En mensen komen hier gewoon langs. En vinden het fantastisch dat ze even op weg naar het stemlokaal kunnen snuffelen door oude spulletjes uit Balgooi. De opkomst in Balgooi is altijd redelijk hoog, waardoor het een soort van win-win situatie was om een expositie bij het stembureau te houden. Mensen die afkomen op de expositie zijn eerder geneigd om te gaan stemmen. En mensen die afkomen op het stemmen raken nieuwsgierig door de expositie, waardoor dit voor meer bezoekers zorgt. We hebben altijd drie soorten van media. We hebben dus onze biljartexpo. Dat zijn de kranten en de knipsels en de foto's die uit het archief komen van de Heemkundekring. Dat is niet zo ingewikkeld. Dat zijn gewoon bakken op tafel leggen en mensen gaan snuffelen. Ook wordt benadrukt het thema extra aandacht te willen geven. Dit wordt gedaan door middel van een paar expo-borden met daarop details van het betreffende thema. Er loopt non-stop een PowerPoint in de ruimte, omdat hier gelukkig ook faciliteiten voor zijn. En de rest is er eigenlijk veel praten en weer terugkijken wat er allemaal te vinden is. En dan, dat kost ook tijd, maar het is gewoon ook gezellig. En dan nog het weer. Dat is op zich niet onaangenaam op dit moment. Vandaag begon de dag in de vroege ochtend met een spat regen, maar verder was het een prima dag met een mix van zon en bewolking. Vanavond en vannacht klaart het op en koelt het aardig af tot een graad of 7. Morgenochtend is er nog een kleine kans op een lokale bui, maar verder zal de dag opnieuw bestaan uit zonnige perioden, afgewisseld met bewolking. Het wordt maximaal 17 graden. Ook de rest van de week zal dat weerbeeld stabiel doorzetten. De temperatuur schommelt daarbij 1 of 2 graden en op een verdwaalde spat regen na blijft het overwegend droog. Tot zover het RN7 regionieuws van woensdag 5 juni. Morgen zijn we er weer en dan is er natuurlijk uitgebreid aandacht voor de Europese verkiezingen. Dan gaan we in de regio naar de stembus en weten we eigenlijk waarvoor we kunnen stemmen. Dat allemaal morgen. Graag tot dan.